De een of andere kandidaat kan rekenen op de supersnelle delen. Dat kan je voor wat betreft de komende passage. Hier krijgt Rode Afger. Water heeft uit de drie ronden van het einde. En samen op het moment dat hij net uit de kant hebt, daar de week moeten opzetten. Onder de laatste de drie ronden af te werken. Hier zijn ze dan ook onder het verhaal van Peter Serie. Die lijkt hier dan ook. Dat is een stapje en meteen. Monaco dan ook, zijn kansen niet te leren om dat goed mee te rijden met zijn vierde dan ook de finale te gaan bereiken. Het wordt nog even wachten om de exacte tijdingen in de uitkomstzone te laten noteren, want bij de voorgaande doortocht en volgens de laatste berichten zouden 48 seconden dan ook trekken achter de naam van dat viertal. En dat is al eens kunnen bevestigd worden, want we zijn er in dan ook. 30 seconden geleden hier de uitkomst op Pieter Serie, die de dans nog krijgt en niet achtervolgen komt om nog 3 ronden van het einde. De tijd is snel, 39 seconden, ik kan de 30 seconden niet op die voet nog 13 aanzetten. Ze moeten zelfs de wachter in de lopen, 39 seconden komt om niet op de magazine van Adels. Maar dan wat ik weer met de duo die zich gaan leiden. Ja, voor het einde van een paar ronden dezelfde mensen die de... Van de kopsie van de strijdstrijd van de Italië. En de kopsie van de ook Chris Hoekmans daar terug bij de Tempel. Die zal zijn nucleaire kopman Tony van Hummel in de stoelmissie kunnen bijstaan. Of toch even weer ook zijn eigen kant staan. En we mogen toch wel stellen. En goed voorkomen, morgen is de afstand aan Massa Sint. En waarom niet zou dat kunnen met een prachtig deel in de stad van de stuk, zoals Marcel Kieper, Theodis, Hoekmans, Van Hudde, Van Beleid, Pieter Kieper, Liebde Maas, als ik het niet zou heeft bewezen dat Boes Vindenhuis heeft tegen Grijpel voor de zaterdag. Dus alles is hier nog kunnen.